Wow! Holy moly! Knol Power! Hey, Bassie! The boy! Hey! Alles goed? Ja, lekker man. Waar gaan we heen, Bas? Dubai! Woo! Heel erg leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is dus Bas en wij gaan de aankomende dagen chillen op Dubai. Nou, chillen? Ja, chillen. Ik denk dat we echt hard gaan hoor. Nou, we gaan heel veel leuke dingen doen en ik hoop dat jullie allemaal ontzettend veel zin hebben. Ik zou zeggen, doe dan een blauw duimpje omhoog. Maar eerst moeten we natuurlijk nog de hele reis, de hele mikmak, alles moet geregeld worden. We moeten nog op tijd komen, moeten inchecken. Ja. We moeten de koffers nog inleveren. Dus dat belooft een heel avontuur. Dus ik hoop dat jullie er een beetje zin in hebben. Wij, maar dat zien jullie wel, in ieder geval wel heel erg. Zo dansen ze niet volgens mij. Hoor. Nee? Ik wist geen betere move. Baby! Ik zie wat jij niet ziet. En het is een tunnel! Laten we maar even. Bas weet nog niet wat het juiste knopje is. Dat is dit knopje. Oké. Okay. Want met deze auto, dames en heren, een tunnel pakken is echt. Let's go! Dat geluid in zo'n tunnel van deze uitlaat is niet normaal vet. Komt-ie! Ik ga nu een nummer opzetten en ik ben echt benieuwd of je die nog kent. Want wie, dat, ikke? Ja, want dat, ja, wie anders? Er zit verder niemand in de auto hoor. Ik praat tegen de kijkers. Nee, ik praat tegen jou. Oh, ja. Nee, moet je elkaar aankijken als je praat. Dat deed ik! Nee, dat deed ik. Jij zat een beetje te dagdromen zo. Oh, ik mis mijn vriendin. Ik ga een paar dagen zonder mijn vriendin. Oh, deze man. Ik mis je wel, lieverd. Oh. G6, like a G6, like a G6. Dit is wel echt eventjes een goeie. Ik ging namelijk kijken op internet voor het parkeren op Schiphol. En daar stond bij, prima parkeerplek, wel een beetje duur. Maar één belangrijke tip. Maak een foto van de plek waar je staat, want ik heb een uur gezocht. En daar heb ik niet zoveel zin in als we terugkomen om zo lang te zoeken. Dus ik maak even een foto. Even inzoomen. Hoppakee. Nice, die heb ik op mijn telefoon staan. Moet ik niet mijn telefoon kwijtraken uiteraard, maar kom vast goed. Vanaf hier nemen we de bus naar Schiphol. Elke 5 minuten komt hier namelijk een bus. En dan kan je gewoon gratis mee naar Schiphol. Gaan we het redden? Max Verstappen, maar dan rennend. Bas die gaat gewoon op die band. Ik ben kapot, maar ik moet rennen. A few moments later. Allebei de veters zijn los. Oh nee. Jongen, waar moeten we even heen joh? Voor mijn gevoel ben ik al een half uur aan het rennen. Bas, ik kan niet meer. Je moet, zegt Bas, je moet! Geen negen mensen. Oh mijn god, ik ben helemaal kapot. Oh. Ja. Ik heb ademhaling nodig. Ik heb ademhaling nodig. Wauw, mensen. Oh, ik heb nog nooit zo hard gerend voor een vlucht. Mijn hele rug is nat. Oh, fuck dan. Oh, we gaan in de Airbus A380-800. En dat is echt een knijtersgroot vliegtuig. En dit gaat dan ook het grootste vliegtuig zijn waar ik ooit in heb gezeten. Heb jij ooit in zo'n groot vliegtuig gezeten? Ja, je bent sowieso nog nooit buiten Europa geweest, of wel? Turkije valt er nog binnen Europa of niet? Ja, dan betaal je met euro's. Ja.
Ja, dan ben ik nog nooit buiten. Oeh, spannend. Dit is ook de eerste keer dat ik een paspoort aan. Ja, jij moest speciaal een paspoort aanvragen voor deze reis. Ja. Kijk dan wat een apparaat, mensen. Niet normaal, joh. Twee gigantische motoren. Zo. Ja, dit gaat er nergens op. Daar kan je gewoon in staan, denk ik. Niet normaal, hè? Dat gaat er nergens op. Dat dit de lucht in kan. Dames en heren, je hebt hier in dit vliegtuig gewoon een trap naar boven. Hoe lijp is dat? Zo, Bassie. Hoe is ie? Goed. Ja? Zo, de vlucht zit erop, mensen. Ah, man. En... hoe was de vlucht? Heb je een fijne vlucht gehad? Weet je wat het is waar ik net achter kwam? No. Dat van de 6,5 uur... Moet je al die schermpjes kijken, trouwens? Het is zo lijp, joh. Mensen, ik zou de film aan het afkijken. Ja, mensen blijven gewoon zitten en denken, ah, oh, ik wil die film afzien. Maar in ieder geval, ik ben nog steeds onder de indruk, zoals jullie zien, van het grote vliegtuig. Maar weet je wat echt gek is waar ik net achter kwam? Ja. Dat je kan dus serieus moe worden van 6,5 uur niks doen. Ik ben serieus moe geworden van 6,5 uur niks doen. Ja, ja, dat is toch gek eigenlijk. Als ik de hele dag heb gewerkt gewoon thuis, de hele dag bezig ben geweest, krijg ik meer energie. Maar nu 6,5 uur niks gedaan, ik ben echt super moe. Ja. Ik heb alleen maar films gekeken, wel echt een van de nieuwste films gewoon. Ja, ja, dat denk ik. Welke heb je gekeken dan? Ik heb Ready Game Player One ofzo. Die is echt heel erg vet. Ja, is leuk. In ieder geval, ik heb wel een hele goede vlucht gehad. En ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe het weer is hier in Dubai. Thank you, bye bye. Meestal namelijk als je naar het buitenland gaat, naar een warm land, dan krijg je in één keer zo'n hittegolf, zo'n pof vol in je bakkes. Dat zullen we nu ook wel krijgen, al helemaal hier in Dubai. Moet je kijken hoe gek dit is, mensen. Let op, hè. Moet je kijken hoe gek dit is. Het is gewoon wit. Ik doe dit achter mijn oor langs. Kijk dan. Wow. Woepsie. Blijkbaar, dames en heren, blijkbaar had ik een puistje achter mijn oor, maar dat wist ik helemaal niet. En misschien komt niet de druk niet aan, zo hoog in de lucht of zo. Dus is hij geknapt. En nu is het alleen maar aan het bloeden. Blijft bloeden, maar ik krijg het niet gestopt. Volgens mij gaan we echt hele gekke dingen meemaken hier in Dubai. Ik bedoel, wie kan dit nou zeggen? Gewoon 10 palmbomen. Gewoon in de wachtruimte van het vliegveld. Gewoon goud boven ons, zegt Bas. Kijk hierboven. Al die mensen die je dan hier beneden ziet, die dan weer teruggaan. Oh, wat lullig. Ja. Wij zijn er net. Hoe geniaal is dit? Dat je gewoon van die streepjes in het midden hebt. Je moet rechts gaan als je stilstaat. Ja, oh ja, dat is waar. Dat is wel een goede tip. Als je in wil halen, dan ga je opzij en dan loop je langs. Zo. Nou, precies dat. Rechts staan als je stilstaat en links is voor mensen die spoed hebben. Zoals wij dus vanochtend hadden. Maar we moesten alsnog zeggen, pardon, pardon, excuse me. Rennen, joh. Ja. Niet normaal. We hebben het echt net gered, hè. Op de minuut gewoon. Bro, gaat het goed? Het gaat wel goed, maar het begint weer te stromen. Zie je dat? Ja, we moeten even... Ik zie daar het toilet, dus dan kan ik weer met wc. Ja, dit ziet er heel nice uit. Het is bijna bij je t-shirt. Ja? Ja. Dat mag niet op mijn t-shirt? Natuurlijk wel. Is de knop oude merch? Oh ja, nee, dat mag het niet. Het is ook een partijtje groot hier. Niet te geloven. Dit zijn alleen nog maar de hallen waar je de koffer moet halen. Hebben we de juiste koffer? Nee, van mij niet uit. Oké, Bas heeft zijn eigen koffer, ik heb mijn eigen koffer. En nu maar eventjes de persoon opzoeken die ons op komt halen. Are you Enzo? Yes. Hallo. How are you? Enzo, I'm good, welcome, thank you. Hello. Oh my god. Voel je de hitte? Dit is niet normaal, hè? Het slaat gewoon helemaal op mijn longen aan. Ja, echt, hoor. Dit is een hitte, jongen, die in één keer recht in je gezicht komt en in je longen slaat. Dat is niet normaal. Maar we hebben hier twee dames gevonden en die wachten op ons, of die waren aan het wachten op ons. Ja, die herkenden jou gewoon. Die zeiden, ben jij Enzo? Ik zo, wow, ik word herkend in Dubai, wow. Yeah. Dus nu zijn we hun aan het volgen en worden we hopelijk naar ons verblijf gebracht. Ik hoop het ook. Oké, we stappen in de auto. Oh. Het eerste wat ze zegt nu we de auto in zijn gestapt is, hier heb je de airco. Je kan hem zelf instellen als je wil. Nou, niet te koud hoor. Ik noem op min 20. Ja, en dan morgen ziek zeker. Ja, dan morgen ziek, ja. Nee, je moet de airco hier denk ik iets op van 22 doen. Dat is hier koud.
Want het is nu gewoon bijna 40 graden buiten. Het is 1 uur in de nacht. Helemaal de fleur. Ja, je zweet je helemaal de tandjes. Helemaal de fleur. Ze zet de auto neer, ze stapt uit. En volgens mij wordt de auto weggereden en kunnen wij gewoon uitstappen. Wat gebeurt hier allemaal? Wat ik allemaal zie onderweg is niet normaal. Dit, dames en heren, is zo'n hoog gebouw. Holy moly. Dit is gekkenwerk. En weet je wat al helemaal gekkenwerk is? Is dat hier gaan wij morgen heen. Onder andere. We gaan echt heel veel dingen doen. Ja, kijk hoe hoog dat is, hè. En ze moeten de hele tijd lachen om ons. You are laughing at us. Ze moeten de hele tijd lachen om ons. Omdat wij zo verbaasd zijn over alles. Voor hun is het al meer normaal, maar... Oh, is not allowed? Oh, oké. Oké, buiten mocht ik blijkbaar niet filmen. En ik heb eventjes gevraagd of ik overal gewoon mag filmen hier op Dubai. Maar als het goed is, mag dat gewoon overal. Dus komt helemaal goed. Anders was het wel bijzonder geweest. Dan had ik mijn camera voor niks meegenomen. Dan was ik hier geen eens heen gegaan als ik niet mocht filmen. Ik bedoel, wat moet ik dan doen? In ieder geval, we worden ingecheckt. Echt, gewoon alles wordt voor ons gedaan. We kunnen geen eens iets zelf doen. Super chill, ja. Weet je wat het allermooiste is? Nou ben ik vergeten hoe het heette. Oyster White? Kandora. 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 Okay, ik mag dus een Kandora aan. Dat bouw ik altijd. En dat is zeg maar een traditionele witte jurk met een hoofdband. Met een ja, soort ja, sluier iets of zo. Ja, een soort doek. En ik was heel benieuwd of dat mag uit respect voor de cultuur of voor de mensen. Of dat nou, überhaupt mag. En ik heb dat was mijn eerste vraag. En dat mag. Super vet. Dus ik ga aankomende 4 dagen er anders uitzien. Super tof. Mensen zijn tot nu toe hier echt heel erg lief. En ik ben heel erg benieuwd hoe onze kamer eruit ziet. Dus ja, we zijn nu eventjes aan het wachten. En voor de duidelijkheid, de 2 dames die nu met ons mee zijn, die we zo net hebben ontmoet bij het vliegveld en die ons hierheen hebben gebracht, dat zijn dus de 2 dames die werken voor de organisatie hier. En ik ben door hun uitgenodigd om hier te komen. Dus dat is echt heel erg tof. We worden serieus dus letterlijk naar de deur gebracht. Oké, dit is de eerste keer dat we de kamer gaan zien. Hopsakee. Een heerlijk bedje hier. Wow. Hebben we goed uitzicht? Ja, gewoon gooi het raam open. Hoppakee. Wow, oh, wat een hitte. Wow. Holy moly. Kijk dit uitzicht. Oh, dat is gekke werk. En we gaan eventjes de beddentest doen. We are testing the bed. Oké. 1, 2, 3. Ja, it's a good one. Yep. Yep. Goed gekeurd. Weet je wat die Bas doet? Hey, we zijn in Dubai en het is super zieke technologie hier zo. Maar dat betekent niet dat alles meteen touchscreen is, Bas. Bas die loopt hier langs de tv en die drukt kaart tegen die tv. Joh. Ik zie de hele televisie heen en weer gaan. Dat valt wel mee, hoor. Nee, hij gaat helemaal heen en weer. Ik zal jullie even de badkamer laten zien. Echt heel erg mooi hier. Jeetje, kijk dan. Super mooi bad. Ik ga aan de andere kant gaan bellen. Hoezo? Hier is de douche. Ik heb hier Japanse wasabi crackers gevonden in de minibar. Bas die heeft al chips gevonden. Laten we dit eens even proberen. Ik weet niet of het heet is, maar oh, die groene zijn wasabi. Zullen we allebei eentje nemen? Ja. Okay. Let's go. Oh ja, ja, dan zei hij. Oh! Was hij hier? Dat is echt heet, joh. Oh, ben ik blij dat ik morgen in een jurk mag rondlopen. Ja. Ik denk echt dat ik. Ja, niet dat iedereen nu denkt. Dat is raar, maar. Tuurlijk is dat niet raar. Kijk hoe warm het hier is. Het is gewoon een beetje grauwig, hè? Zie je dat? Van de hitte. Ja. Nee, het is helemaal niet raar om zoiets te dragen. Ik bedoel, dat is de cultuur hier. En die vrouw zo net zei dat ze het juist heel erg mooi vinden als je zoiets gaat dragen. Omdat ja. Je dan respect toont aan de cultuur. Dus dat vinden ze juist mooi. Dus Bas en ik die gaan allebei een Kandora scoren. We gaan er vandoor. We gaan meteen op stap. Do you have any idea where the fitness room is? Yeah, we are on the first floor right now. But we can't find it. Oké, okay, no. Ik heb eventjes gebeld.
We moeten naar 137. Oh, dat is daar. Ja, let's go. Want geloof het of niet, het is 2 uur in de nacht, maar het is nooit te laat om te sporten. Ik heb zoveel zin om te sporten. Ja, ik heb niet. Ik kan mijn chips mee moeten nemen. Wow, kijk dan. Wow, kijk hoe fancy. Holy moly. Kijk dan, water. Wow, ik heb mijn eigen water meegenomen, maar dat had helemaal niet gehoeven. Wow. Kijk dan, 3 afstandsbedieningen. Wow. Om het volume 3 keer zo hard te zetten. Oh, dat ziet wel dik uit. Ja, dat ziet echt nice uit. Kijk wat je hier hebt. Kijk. Hij heeft lang stil gezeten. Ja, die is goed voor de borst. Ho! 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 Oh, hallo. Kijk hoe je deze ook kan doen. Ho! 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 Je weet dat jij ook in de gaten wordt gehouden nu? Door de camera's. Ja, het zijn echt veel camera's. Jongen, linksboven. Ja, ze zegt dat het hier heel veilig is. Ja. Die vrouw net van de auto, die zei dat het hier zo veilig is dat je als vrouw zijnde om 3 uur in de nacht gewoon over straat kan lopen. Je wordt niet aangesproken. Ja, je kan je telefoon gewoon ergens neerleggen, niemand die je pakt. Ja, echt bizar. Dus oh. Nou, we gaan het zien. Maar we gaan even lekker sporten, man. Hey bro, we doen wat we doen, boys. Sporten! Hey man, feest avond. Moet je dit eens doen, hey? Achteruit lopen. Weet je wat ik ga doen? Kijken hoe snel dit apparaat kan. Hij staat nu op 12. En dat is dit. Dat is al best wel snel. Oh nee, dat gaat ook echt hard hoor. Nee, stop. Holy shit. Ja, dat hou je niet hoor. Kijk dan hoe hard. Ja, dat hou je niet hoor. Ook even proberen, hè? Zo! Is het hard? Is het hard, of niet? Maar ja, mijn hartslag gaat hard. Okay, weet je wat ik zo leuk vind? Bas, die vindt het dan op het begin een super dom idee, maar als het mij dan gelukt is, zal ik het ook even zo, dat ging hard. Oh! Hé, hey, wat doen we altijd als we een bal hebben? Oh! Oh! Hij draait hem gewoon op zijn vinger. Wat is dat? Appel. Een appel. Let's go, Bas. Hoppakee. Gewoon 1 hand, hoor. Dat moet je nooit doen op film, Bas. Dat moet je nooit doen op film. Even met 1 hand en dan gewoon niet lukken, weet je wel. Doe het maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Come on, bro. You got this. Hoppakee. Ik kan jullie zeggen, dat was echt een heerlijke workout nog. Het is ondertussen 3 uur in de nacht. En ik denk dat het maar eens tijd is om te gaan slapen. Dat lijkt me een goed plan. Morgen gaan we echt hele vette dingen meemaken. Hebben jullie er zin in? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Om als eerste de melding binnen te krijgen van pauw. Enzo die heeft weer een nieuwe video geüpload. Druk dan op het belletje hier beneden naast de abonneerklok. Klok, knop. Dan ben je echt helemaal op de hoogte. Ik zie jullie morgen om 4 uur. En zoals ik altijd zeg, dikke vette Piet. Oh ja, en als er nog mensen zijn die ooit naar Dubai zijn geweest. En jullie hebben iets meegemaakt hier wat wij ook moeten meemaken of moeten gezien hebben, laat het alsjeblieft achter hier beneden, dan ga ik dat doen. Knol power!